Mei 1945. De oorlog was voorbij, maar de bezetters hadden op vele plaatsen een sporen van verwoesting achtergelaten. Zo vonden de mensen van de Nederlandse scheepsbouwmaatschappij en de Nederlandse dokmaatschappij hun werven terug na de vernielingen in september 1944 in de Amsterdamse haven. Uit drie vernielde kranen maakte men er één. En hiermee begon men de resten van wat eens was op te ruimen. Van de twee werven werd er één gemaakt. Als Nederlandse dok- en scheepsbouwmaatschappij wilden de twee ondernemingen trachten een nieuwe slagvaardige werf op te bouwen. Daar zijn vele handen aan te pas gekomen en vele plannen voor bedacht en uitgewerkt. Voor het personeel zijn er modern ingerichte kantines waar 5000 man tegelijk hun maaltijden kunnen gebruiken. Januari 1955 was een historische datum. Prinses Beatrix zou op die dag voor het eerst zelfstandig een officiële daad verrichten. En het was de NDSM die deze eer te beurt viel met de tewaterlating van het tankschip Fasum, gebouwd voor de tankervloot van de Koninklijke Shell Groep. In aanwezigheid van 20.000 toeschouwers doopte de prinses het 31.000 ton metende schip. Ik doop u wagen en wens u een behouden vaart. After 20 years of prosperity, a general economic decline across Europe took its toll. Amidst tight economic conditions, consolidation in the activities of the shipyard began to seriously threaten the livelihood of the dock and ship workers. The ensuing decade saw half of the workforce vanish. Labor disputes, riots, and layoffs steadily increased over time, ultimately resulting in the total closure of the site, dealing a devastating blow to the local economy. De laatste twee jaar hebben we het moeilijk gehad hier dan. Door om open te houden hebben we zelf in moeten leveren, ons tantiem. Hadden we toen nog later, nog de 13e maand. Ja, dat is oké. Om aan het werk te blijven, hebben we ingeleverd om het open te houden hier. Ik herinner me heel goed dat toen ik hier dan wat vaker kwam, in de tweede helft van de jaren 70 als voorzitter van de vakcentrale, dat heel veel mensen ook heel erg bezorgd waren. En het werd alsmaar moeilijker voor de scheepsbouwbedrijven om het hoofd boven water te houden. In 1993, an ambitious group of developers called the Amsterdam Waterfront Finance Group, or AWF, launched a plan to turn the Amsterdam riverbank into a Manhattan-like setting. Six large squats, already established by artists and small businesses, merged to become the Guild of Industrial Buildings along the Eye, and proposed to join the city development. By 1997, these efforts fail miserably. It's a sort of atmosphere die er in een stad hangt. Een atmosfeer van vrijheid, van ongedwongenheid, waar iets uit kan barsten, dus wat we in 68 hebben gezien, hè, rondom het Lievertje. We hebben daarna de krakers gehad. Amsterdam heeft die traditie en die trekt dus altijd dit soort mensen aan, als een magneet. En dat doet hij keer op keer. Dat is fascinerend hoe lang een stad dat vasthoudt. In de voormalige scheepswerf van de NDSM in Amsterdam-Noord krijgt een groep kunstenaars de gelegenheid om zelf zo'n broedplaats op te zetten. De gemeente heeft 7 miljoen euro ter beschikking gesteld. De werf zal uiteindelijk plaats bieden aan theaters, oefenruimtes, een skatebaan en een dorp met ateliers voor 300 kunstenaars. Kijk heel goed rond, kijk naar wat het is, naar al het staal enzovoorts. En dat is wat we er nog in willen houden. Dat ruimtelijke, dat ruige, dat monumentale, dat stoere. Daar moet blijven. Net als die mooie oude installaties die hier nog bij horen. Die moeten ook mooi uitgelicht worden en een speciale plek krijgen. Zo'n mooie pers, zo'n metaalpers, prachtig. Je begint vanuit een paar hoeken en zo groei je langzaam naar elkaar toe. Doordat er een soort dynamiek al ontstaat tussen die groepen. Dat gaat aantrekken, dat gaat afstoten. En die mensen hebben natuurlijk ook invloed op wat er om zich heen gaat gebeuren en spelen daar ook op in. Picking up the gauntlet in 1997,
the Guild of Industrial Buildings decide to go it alone and launches an alternative town planning strategy called the Stad aus Casco, or City of Standing Walls, and publishes a book on the subject. A year later, amidst protests, the gentrification of Amsterdam results in the eviction of 1,000 people, mostly artists and small-scale businesses from 17 well-established squats. International critics charge the city with selling out and losing its reputation as a place of tolerance and cultural uniqueness. The evicted parties join forces with the Guild of Industrial Buildings, and Eva de Klerk is voted chairperson of the guild. In de tijd dat wij hier kwamen, zat die markt er al. Die vond toen incidenteel plaats, geloof ik, 2-3 keer per jaar. En wij hebben eigenlijk de organisator gevraagd om meer hier te manifesteren, meer markten te doen. En eigenlijk met als beeld van, het is belangrijk om ook wat voor Amsterdam-Noord te doen. En we merken dat de markt heel geliefd is hier in Noord. En je ziet er ook in de bezoekersaantallen. Er zijn hier met 7000 mensen. Skaters met je horen! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! Ja, ik ben Brad O'Neill van King Shiloh Sound System. En wat doen jullie hier? Nou, we hebben een enorm groot sound system. Dat we zelf gebruiken op feesten. En zelfs in de theaterzaal hier op het hoekje. En overal ter wereld eigenlijk. We slepen dat ding. Ja, het is een 24.000 watt sound system. Dat slepen we mee in een vrachtwagen overal in Europa en verder nog. Dat doen wij. Burgemeester, ik wil vragen of u de eerste tank wil vullen. Wilt u tanken voor het eerst bij het Kunstwerk? Hier kan je heel goed zien hoe groot het project eigenlijk is, hoe groot die loods is. Want je verliest je heel erg in die schaal. Het is zo groot als je binnen staat. Je kan het niet bevatten, je kan het niet meten, je kan het ook niet ontwerpen. Maar als je hier zit, dan pas zie je hoe dat zich verhoudt. Eva enters the Stad aus Casco idea into a competition sponsored by the local city council to redevelop the eastern part of the former NDSM shipyard. This area is 86,000 square meters and contains two warehouses of 20,000 and 6,000 square meters, plus the total length of two slipways running down to the water's edge. In 2000, the Guild learns that it has won the award and makes a feasibility plan and arranges for 10 million euros to restore the main warehouse of 20,000 square meters and install the infrastructure, water, electricity and fire prevention regulations. Lex, jij bent de directeur van dit geheel. Ja. En jij komt uit de ambtenarij. Wat is nou jouw overweging geweest om deze stap te gaan nemen om hier directeur te worden? Nou, de belangrijkste overweging was dat het natuurlijk een fantastisch project is. Dat ik het ontzettend leuk vind met mensen te werken die allerlei weer nieuwe en vernieuwende ideeën hebben voor Amsterdam. En dat is natuurlijk hier op de werf helemaal aanwezig. Een fantastisch project. Daarom dacht ik, daar wil ik bij zijn. Roborock is ons erg goed bevallen het afgelopen jaar. Het Overijfestival is ook goed gelopen, dus dat gaat zeker door volgend jaar. Due to the complexities involved in building and the detoxification of the surrounding grounds, the city government provided the NDSM site residents with a temporary general manager, Mr. Lex Brons, to handle the paperwork and regulatory permissions for health and safety purposes. By 2001, along with 40 artists, Eva moves onto the site and begins setting up a work group, and together they make an operational plan for building 120 work studios, a skate park, a restaurant, and a hip-hop school. Het
Zo'n project als dit is nog nooit ergens voorgekomen. Het is een heel experimenteel project. En zoals wij bouwen, hè, een overdekte stad of een stad onder een, in een loods, daar is geen ander vergelijkend project. Dus ze kunnen het nergens aan toetsen. Dus al die toetsende instanties, de vergunningverleners, brandweer, et cetera, ja, die hadden nergens een ander goed voorbeeld waar dat dan werkt. Waardoor ze het niet aandurfden om het meteen goed te keuren. Dus het heeft jaren geduurd. Between 2002 to 2006, a group of 200 artists and small business people raised an additional 10 million euros in contracted low-rent proposals to help make the city of standing walls a reality. This idea was based on a 30 euro per square meter per year commitment. The proposal was accepted and the local government of Amsterdam North that owns the site signed the contracts in 2003. The contracts are valid until 2027, when the contract shall be reviewed and renewed. This contract also provides for the setting up of a steering organization and provides for site maintenance. Hier komt een kleine studio nog, waarschijnlijk muziek voor muziekpresentaties. Een klein barretje met ons kantoortje en daar keukentje en toiletunit voor de mensen hier in de buurt. Ja, dat is gemeenschappelijke faciliteit, die toiletten. Ja. Ja. Nou ja, en, want we zijn eigenlijk heel sociaal. Of we proberen ons heel gemeenschappelijk op te zetten en hebben vooral de democratie als, als doel. En proberen met de huurders hier, die ook ateliers hebben, proberen om een gemeenschappelijk standpunt te vinden en dan gezamenlijk groter te groeien in plaats van het te laten versnipperen. Parts of the site are also available for rent by outside entities. One of the best features of this plan is the development of annual festivals like Overhead Eye, Test Portal, RoboDoc, Stubnitz and the underground Pickup Club. Along with the flea market, the NDSM attracts up to 150,000 visitors per year. Ik vind de NDSM Hall gewoon heel erg leuk, omdat het onwijs groot is en omdat je onwijs heel verschillende feestjes zijn en dat het gewoon een beetje alternatief is en niet zo geregeld allemaal en zo. En je MTV komt ook binnenkort hier. Ja? Maar meestal al ben ik daar. Dan zijn het echt van die alternatieve, zelf georganiseerde feestjes en zo. En je ontmoet allemaal leuke mensen zoals hij en Pieter Bellen. DJ Dello. Nou, het leuke is dat we het ook niet helemaal vol hebben gebouwd al. Hè. Er is nog heel veel ruimte expres opengelaten voor nieuwe initiatieven en nieuwe ideeën in de toekomst. Dus dat, er is ruimte inderdaad om met een nieuwe vermenging iets op te gaan zetten. Absoluut, ja. En niet alleen binnen, ook buiten natuurlijk. Nog een heel stuk buitenterrein, wat ook schreeuwt om een mooie invulling en gebruik. Amsterdam kan ook te duur worden. Kan zichzelf helemaal uit de markt prijzen. Er zijn, en dat zie je nu al gebeuren, dat de creatievelingen naar buiten trekken. Ze zoeken al de stadsranden van Amsterdam op. Ze gaan al de polder in. Ze gaan de oude loods in, voor zover ze nog zijn.